De glastuinbouw wordt voortdurend uitgedaagd. Bedrijfsprocessen worden geacht steeds te verduurzamen, wat vaak betekent dat de milieu-impact en productiekosten gereduceerd moeten worden. Via innovatieve ingrepen trachten telers hun bedrijfsvoering toekomstbestendig uit te bouwen. Omdat grondoppervlakte en energie dure productiefactoren zijn, werd met enkele telers gezocht naar een manier om meervoudig ruimtegebruik te realiseren in serres en zo de rendabiliteit te verhogen. Onder de teeltgoten bleef geklimatiseerde ruimte immers onbenut. Na een levendige discussie, met ook veel gekke ideeën, viel de keuze op insecten. De keuze is gevallen op meelwormen, omdat die insectensoort perfect gedijt onder het variabele serreklimaat met een gemiddelde rond 20 graden. En bovendien komt deze teelt ook overeen met de verwachting van de glastelers. Namelijk dat er voornamelijk geen interactie is tussen de teelt van de insecten en de teelt van hun glasgroenten. Bovendien is het ook bewerkbaar, kunnen met plastic bakken de insecten kweken en maakt het, de schaduwvorming van de teelt eigenlijk geen probleem voor de insectenkweek. Binnen de operationele groep Entomoponics gingen eind 2021 5 vruchtgroentetelers aan de slag met een pilootopstelling. We werpen een blik in hun serre en komen te weten hoe zij de afgelopen 2 jaar ervaarden. De hoofdreden was eigenlijk dat we zagen dat er nog een open ruimte was onder de teeltgoten bij tomaat en komkommer en paprika. En dan zijn we samen met enkele telers gaan brainstormen hoe we die nuttige ruimte nog kunnen gaan benutten. En daar mocht eigenlijk iets zijn waar er weinig zonlicht voor nodig was. En we kwamen tot de conclusie dat de kweek van meelwormen misschien wel de beste optie was. De hoofdreden was nagaan of dat we een extra inkomstenstroom konden genereren op ons bedrijf door insectenkweek. En dat met de beschikbare warmte en de aanwezige reststromen van komkommers op ons bedrijf. De hoofdreden voor ons dat we deelnamen aan dit project was in de eerste plaats om te kijken of we een hoger rendement konden behalen op de bestaande oppervlakte. En ten tweede of we bepaalde afvalstromen binnen ons bedrijf konden verminderen. De handelingen die wij zelf uitvoeren waren het dagelijks voederen van de meelwormen en het nagaan. Of het nazien van de meelwormen. De handelingen die wij zelf hebben uitgevoerd waren vooral hier op het bedrijf het voederen van de meelwormen en het verwerken, het sorteren en het commercialiseren hebben we aan Agrotopia overgelaten. In Agro leverden wij de bakken aan met de meelwormen en ook de tarwezemel. Ik leerde vooral de levenscyclus van de meelwormen kennen en de manier van kweken en voederen. Tijdens het uitvoeren van de piloot hadden we in de eerste plaats verwacht dat er extra werk zou zijn, een extra werkgang zou zijn binnen ons bedrijf. Dat is tijdens de piloot ook gebleken. De evolutie dat we gezien hebben in de laatste 3 proefopstellingen is dat we inderdaad wel zien dat de voedingsbron afhankelijk is of een grote invloed heeft op de groei van die meelwormen. We zijn vrij snel geëvolueerd van het voederen met komkommerbladeren naar het voederen met schijfjes komkommers, omdat de meelwormen dat duidelijk beter lusten. We hebben ook een strakker voederschema aangehouden in het tweede deel van de proef, wat duidelijk het gewicht van de meelwormen ten goede was gekomen. Overwegend positief. Dat is een grote verwondering dat dit kon samen met een tomatenteelt. De uitdagingen waar we nu nog voor staan is het inderdaad bekijken. Dat was een proefproject, dat was kleinschalig. Indien het inderdaad het rendement kan uitgehaald worden uit de productie van die meelwormen, moeten we ook kijken of we het kunnen op grotere schaal automatiseren. Het optimaliseren van de productieproces, misschien het scheiden van de groententeelt vind ik eigenlijk wel een belangrijke, omdat je toch met insectenkweek zit tussen je groenteplanten. Een volgende uitdaging is zeker ook meer afzetmogelijkheden te creëren.
zodanig dat er een betere prijsvorming kan gecreëerd worden. We hebben heel veel geleerd uit deze proef, maar we hebben nog geen verdere beslissingen genomen op ons bedrijf om hiermee verder te gaan. Misschien zijn er wel mogelijkheden, maar het issue is dat we een externe voedingsbron, tarwe's, eenmaal moeten intrekken. En eigenlijk dan ook nog een andere afvalproduct hebben, met name de mest van de meelwormen. En dat vind ik eigenlijk een probleem. Of ik de smaak te pakken heb, ik zou geen ja of nee durven zeggen. Ik denk wel dat het een mooi verhaal kan worden in zaken circulariteit. En daarnaast ook, als het rendabel kan zijn, dan denk ik wel dat ik de volgende stappen zou durven inzetten. Voorlopig zouden wij met Entomoponics niet verder gaan, omdat wij toch redelijk veel periodes in het seizoen hebben dat wij eigenlijk geen restproduct van tomaten hebben. We hebben wel de smaak te pakken, ook al hebben we ze nog niet geproefd. Maar het is wel een innovatief initiatief dat we zeker genegen zijn om verder te onderzoeken. MUZIEK.